groep in deze kwartfinale, boys. Derde jaar, oh, is vertrokken. Oeh, dat ging wel echt goed daar zo vooraan. Maar het is Brian van Ewek die als eerste in de eerste bocht indrukt. Maar we kijken naar de 2, 5, 6 van de Marvels van deze van de Wheels daar zo. Zit er even een beetje in de groep van hem met een derde positie. We zien ook nog Bart Adriaans naar voren schuiven naar plaats nummer 2. Wat gebeurt er dan verder met Mielmond Wagenman met Daan Engelen? Wat kunnen die nog voor ellende in de soep gooien? Vooraan is het nog steeds Brian van Ewek. Tweede positie is het Bart Adriaans. De derde plek gaan we kijken naar Marvels van deze. Plaats dan dus voor Miron Wagemans. Miron Wagemans zit er in de prima vierde positie. Maar blijft het ook zo? Of gaat Dan Engelen nog even wat gebeuren? Gaat Dan Engelen nog een aanvalletje inzetten om laatste in de stuk? Komt er nog een aanval aan de man? Ik denk dat het te laat is helaas. Onrustig, maar.